Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe Vraagje Vrijdag. Vandaag hier met Arie en Isabel. En waar zijn wij vandaag? Op de Dam. En waarom zijn we op de Dam? Geen idee. Heb jij enig idee? Nou, ja, feest. Feest, dat vind ik. Die reden is voor mij goed genoeg. Je ziet het, het is prachtig weer. En het is een van die zaterdagen hier op de Dam dat er fucking veel toeristen lopen. Het is echt niet te harde hier, jongen. Ik ga stuk hier als Limburger. Precies, heb jij iets aan toeristen wat je haat? Chinezen haat ik sowieso. Chinezen? Oké, dit is wel even direct. Je noemt tenminste het beestje bij de naam. Etniciteit. Kijk eens hier iets naast je. Daar heb je net je kast uit te pakken. Ah, nou, dat is mooi. Heb je wel, als die mensen hierheen komen, wat zou je zeggen tegen ze? Honky Panky Shanghai. Holy shit. Isa, wat een blok racisme. En misschien denken mensen, hoe de fuck Isa, waarom Isa? Nou jongens, kijk even mee, want Isa, jij... Ik ben uitgenodigd voor Vraagje Vrijdag. Heel lang geleden, en dat gaan wij nu erin zoeken. Hoe zou je het vinden als ik een keer langskwam? De Isabella 001. Hoe oud ben je, Isabella? 001. Ja, dat is... Kom maar langs. Ja? Oh wauw, ja, ze mag langskomen hoor. Nog oud genoeg voor ons niveau. Daarom, de Isabella 001, je bent uitgenodigd om langs te komen in Vraagje Vrijdag bij Banjo Town. Ik ga haar gewoon volgen en stuur een DM'tje naar mij. Het is alleen dat ze Isabella heet hoor. Als ze Willem heet, dan hoeft ze niet langs te komen. Natuurlijk, jij mag altijd wat vragen. Waar sta je voor aan het filmen? Je pakt een microfoon, ja. Voor Banjo Town. Of van Banjo Town? Banjo Town heet het, we doen vragen. En wat is dat precies dan? Wij krijgen vragen van kijkers op internet, ja? En die beantwoorden wij op rare locaties. Nou ja, vandaag even de Dam. Oké, nou vertel maar gewoon, stel maar een vraag. Ja, gaan we jou even vragen stellen. Wacht even, dan ik pak vragen erbij. Waarom kost een stilpan geld? Waarom een stilpan geld kost? Dat je hem stilpan, omdat je hem stilt, pan. Volgende vraag. Jezus, wat is dat nou weer voor iets? Benzine of diesel? Het is wel hoog niveau is het eigenlijk. Ik bedoel gewoon anders, omdat je toch vertel één leuke grap aan de kijkers. Een leuke grap? Nou, ik ben niet zo van de grappen, weet je, maar ik ben wel gewoon een muzikaal talent. Oh, serieus? Ja. Nou, doe iets. Dat zijn mijn dingetjes, weet je? Gewoon van, ja. Die nieuwe Martin Garrix hier gewoon. Dat is wat het is. Ik bedoel, shit, van in 2009 heb ik meegedaan met het Nederlands kampioenschap beatboxen. Echt waar? Is dit dood shit? Nee, dat is echt waar. Ja, dat oh, is echt waar. Ja, en even kijken, ik ben ook een bekende rapper. Petey Slick. Kijk gewoon Petey Slick op YouTube. Kan je het één keer spellen, dan kunnen ze het vinden. P-E-T-E-Y, spatie S-L-I-K. Op YouTube. Bam. Dat is het gewoon. Ga ze het vinden, man. Dankjewel, jongen. Hey, succes, hè. Dankjewel. De eerste is van Emma. Ben je een aap? Emma, dat kan ik heel makkelijk beantwoorden voor jou. In principe stammen wij allemaal af van apen, maar ik ben geen aap. Wat denk jij wel niet, jongen? Oh, wauw. Ben jij een aap? Ja. Ja, waarom? Ja, ik heb al van die apentrucjes en ik aap mensen. Oh, wacht. Nu één apentrucje van Isa. Al zou het alleen maar zijn omdat ze een vrouw is. Ik ga twerken. Je gaat twerken? Ja. Oh, wacht. Gaan wij even afstand zodat we... Even, dit wil je goed in beeld. Oh, wauw. Dit is het groene duimpje wel waard. Moet ik zeggen een bruin duimpje. Okay, nou. Hoe heet je? Harry. Jij? Isabel. Nou, Bardo, aangenaam. Volgende vraag is alweer, wat is jouw mening over teddyberen? Ik heb zelf een teddybeer waarmee ik iedere avond slaap. En ze zijn erg lief en zacht. En jouw beertje heet zeker Mastu? Ja. Mastu-beertje? Oh. Ja. En jij? Ligt er al of er in de voorkant van de beer een gaatje zit. Wow, you dirty pervert. Mijn mening over Teddy Bear, ik vind ze heel cool, want heel weinig mensen weten. Weet je wie Teddy Roosevelt is? Nee. Jij? Dat is Theodore Roosevelt, dat was de Amerikaanse president. Ja, klopt. Goed zo, in de Tweede Wereldoorlog. En wist je dat het teddybeertje een ode is aan Theodore Roosevelt? Dat wist ik. Wist je dat, ja? Moet ik voor mijn examen leren, dus. En het typerende aan een teddybeertje is het strikje wat Theodore Roosevelt had. Omdat Theodore Roosevelt Amerika door de Tweede Wereldoorlog heen hielp. Dus I love teddyberen, vanwege dat. Volgende vraag is, hoeveel voeten heeft een kip? Hij heeft geen voeten, heeft poten. Hoeveel poten heeft een kip? 2. Jij? 2, ik ga voor 2. Ja, allebei een goed antwoord. Wanneer is je lul opgezwollen en hebben jullie hem Jordi genoemd? Als je mij ziet, is je lul opgezwollen. Ja? Mijn ook. Ja? Jij hebt een hele grote piemel, hè? Ja. Ja, hoe groot is die? Ja, die is de grootste, die van Conchita. Oh, je kent Conchita? Ja. Oh, jij komt uit die transgender shit. Ja, net geschoren, dus... Wauw. En wat is jouw verhaal hierin? Isabelle.
Isabelle. Ja. Jij wil Isabelle. Deze vraag komt van... Dutch Dodo, ben je wel eens in de kast gegaan? In de kast gegaan? Dat vind ik een hele leuke vraag. Wat is dat voor... Ja, ik denk, ik heb me vroeger wel verstopt in de kast. Misschien bedoelen ze dat, dat je vroeger heb je wel eens verstopt in de kast? In de kast, ja, op zich. Ja. 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 En ik, ja. God, die wietwalm komt hier voorbij van die Chineesjes. Dat is echt niet normaal. En jij? Ik zit er nog steeds in. Je zit er nog steeds in? Ja. Een soort van zichtbaar... Maar wel in een glazen kast, hè? In een glazen kast. Achter de ramen. Oeh, ja, dan ga ik bij haar achter de ramen meekijken, jongens. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze Vraagje Vrijdag. Geef vooral een blauw duimpje. Het kanaal van Harry. Harry Actie. Het kanaal van Isa is. De Isabelle 001. En Vincent zal allebei de kanalen met een linkje hier beneden in de beschrijving zetten. Zeker weten checken dus. En wij zijn volgende week vrijdag weer met een nieuwe Vraagje Vrijdag. Laat het je.